Het meerjarenontwikkelingsplan 2022-2026 is op maandag 20 december 2021 met 32 stemmen voor en 11 tegen aangenomen in de Nationale Assemblée. Met het MOP, het herstelplan en het tripartiet akkoord is thans een reeks van instrumenten in place om als grondslag te dienen voor het financieel-economisch herstel en de verdere ontwikkeling van Suriname. President Chandrika Persat Santokhi sprak namens de regering zijn dank uit voor de goedkeuring. Stemming. Wet van 2021 houdende vaststelling van het meerjarenontwikkelingsplan voor de periode 2022 tot en met 2026, meerjarenontwikkelingsplan 2022-2026. Artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Considerans en intitulé, woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht met het meerjarenontwikkelingsplan 2022-2026, zoals gewijzigd. Wie is voor? ...32 voor en wie is tegen? Nee. 11 tegen. 11 tegen. Dat betekent dat deze wet, het meerjarenontwikkelingsplan voor de periode 2022 tot en met 2026, is aangenomen met 32 stemmen voor en 11 tegen. De hamer is gevallen. President, gefeliciteerd. Nationale Assemblée, maar ook alle deskundigen en het volk van Suriname met dit voor ons belangrijk moment. Ja, de regering heeft een brede draagvlak van 32 stemmen als volksvertegenwoordiging om dit beleid verder voor te zetten. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, namens de regering wil ik uw geacht college bedanken. In de eerste plaats voor de goedkeuring van ons meerjarenontwikkelingsprogramma. Tweede plaats ook, meneer voorzitter, de inzichten die allemaal gepresenteerd zijn, of het nou van de coalitie was of oppositie, die nemen we allemaal ter harte. Daar waar er nog aanpassing gepleegd zal worden, zoals de minister dat zei, dan zal het in een schoon exemplaar terugkomen naar uw geachte college, meneer voorzitter. Wij zijn heel serieus als het gaat om hebben van die beleidsdocumenten om de juiste richting te kunnen geven, meneer voorzitter. En dit hebben we allemaal in een korte tijdsperiode met Surinamers gedaan. Ontwikkelen van ons herstelplan, ontwikkelen van ons jaarplan, ontwikkelen van ons MOP. En straks 22 december staat op agenda, namelijk de Extended Fund Facility van het IMF, waar Surinaamse deskundigen allemaal bij betrokken zijn, meneer voorzitter. Herschikken van de schuld, Surinaamse deskundigen, waar we een buitenlands bureau hebben ingehuurd, om te komen tot goede herschikking. Dat geeft al aan dat we in staat zijn en dat we dit nu moeten gaan verruimen met meer kader, meer betrokkenheid. En ik zal als president ervoor waken dat inderdaad die betrokkenheid komt van een ieder, meneer voorzitter, waar we ieder nodig om dit plan te gaan uitvoeren.